Ik ben vooral heel blij dat we vandaag gewonnen hebben in eigen huis, laatste wedstrijd. Inderdaad, dat resulteert tot een derde plek. Ik heb voor deze serie ook al aangekondigd dat ik derde, vierde plek play-off speel hier voor het kampioenschap. Maar ik ben gewoon blij dat wij als team met z'n allen de wilskracht hebben opgebracht om gewoon fatsoenlijk volleybal te spelen. En om die wedstrijd te willen winnen. En in ieder geval nu ook voor een leuk thuispubliek nog een fatsoenlijke wedstrijd gespeeld hebben en 3-0 gewonnen hebben. En twee keer met volle overtuiging van Dynamo. Ja. Nou ja, precies. Ik wil er verder niet te veel aan ophangen, maar het was duidelijk dat wij deze serie gingen winnen. Wij hadden er meer zin in. We lieten beter volleybal zien. We hebben gedisciplineerder gespeeld en terecht gewonnen. Voor jou persoonlijk is dit ook een mooi afscheid. Nou, inderdaad. Dat kan ik niet ontkennen. Ik had er flink van gebaald als we verloren hadden. Want ik heb hier 11 jaar fantastisch zelf gespeeld. Assistent trainer coach en uiteindelijk hoofdcoach geweest. Ik heb hier altijd super naar mijn zin gehad. En eigenlijk de echte drive voor mij om alles te doen is om te willen winnen. En dan vind ik het wel lekker om zo ook te eindigen.